bij deze nieuwe video. Vandaag laat ik jullie zien wat ik allemaal meeneem in mijn backpack tijdens onze 7 maanden reis door Zuid-Amerika. Ik neem 1 trui mee. Ik neem een lange rok mee en een iets mooier blouseje. Dit is eigenlijk vooral voor als we ergens naartoe gaan waar we er iets netter uit moeten zien. Ja, als backpacker heb je natuurlijk niet je meest mooie kleding mee. Daarnaast neem ik een paar shirts mee. Ik neem 2 korte broeken mee. Een legging nog voor als het echt koud is. En een langere broek, een iets dunnere. Natuurlijk een pyjama. Ik neem ook 2 bikinis mee. Een blouseje en 3 of 4 BH's. En deze zijn wel echt super chill omdat ze geen beugel hebben. En daardoor ook wel heel fijn zitten met bijvoorbeeld hiken, wat we heel erg veel gaan doen. Ook neem ik een muts mee. Ja, we zullen veel in het Andesgebergte ook zijn. En daar kan het gewoon 's avonds best wel koud zijn. Een turtleneck. Ik neem ook nog wat sportkleding mee. Dit is een ondershirtje. Ik neem 2 sportshirts mee en een sportbroekje en een sport BH. Want ik wil wel gewoon blijven hardlopen ook. En blijven sporten eigenlijk tijdens de reis. Ja, een beetje een soort hammam-achtige handdoek. Die ook gewoon lekker snel droogt. Dus dat vind ik wel fijn. Dit is de topshell die ik meeneem. En ik neem een vliestrui mee. Dit zou ook voor het hiken zijn. Maar deze ga ik ook gewoon gebruiken als jas voor als het kouder is. Oh ja, daarnaast zijn er ook nog een aantal dingen die ik ga aanschaffen in Buenos Aires. Zoals een hikebroek, thermo-ondergoed en een basislaag. Voorbij het hiken, omdat we tijdens hiken willen we werken met 3 laken. Zodat je ook makkelijk iets uit kunt trekken als het warmer is, maar ook weer je warm aan kunt kleden voor als het kouder wordt. Dit is wat ik allemaal aan kleding meeneem. Het is niet heel erg veel. Ik denk dat het bij elkaar ook nog geen 5 kilo is. Ik wil ook zo licht mogelijk reizen, omdat ik het gewoon echt heel vervelend vind als ik een hele zware tas mee moet slepen. Dan ga ik jullie nu laten zien wat ik allemaal meeneem aan travel care in mijn backpack. Het belangrijkste is natuurlijk mijn backpack. Ik heb de Osprey Ariel 65 liter tas. Ik vind het een super fijne tas omdat je hem aan de bovenkant kunt openritsen. En daardoor kun je heel erg makkelijk bij al je spullen in de tas. Daarnaast heb ik altijd een slotje bij me. Deze gebruik ik voor in het hostel om het kluisje mee op slot te doen. Maar ook bijvoorbeeld om mijn tas mee op slot te doen. Als ik op een plek ben waar heel veel mensen zijn en ik gewoon mijn tas extra wil beveiligen. Ik neem een waterfilter mee. Deze nemen we mee omdat op heel veel plekken in Zuid-Amerika het water uit de kraan niet goed drinkbaar is. En hiermee kunnen we toch altijd schoon drinkwater zelf filteren. En dan kom ik ook bij het volgende. Ik heb een dopper die ik ook meeneem. En hierin doe ik dan ook het gefilterde water. Ja, ik vind het super handig. Want ik hoef dus niet meer die plastic flesjes allemaal te kopen. Ja, het is gewoon ook best wel sustainable. Daarnaast heb ik een spork. Dit is een lepel, een vork en een mesje in één. Super handig, want je hebt niet altijd in elk hostel schoon bestek of... Ja, ik vind het gewoon wel fijn om mijn eigen spullen te hebben. Uiteraard een lampje. Een hoofdlampje. Deze is echt super handig voor als je in gebieden bent waar het dus 's avonds heel erg donker kan worden. Ook neem ik een first aid kit mee. Hierin zitten eigenlijk alle basisdingen die je nodig hebt. Daarnaast nemen we dit zakmes mee. Dit was een cadeautje van onze vrienden Sander en Jolien. Echt super lief, ook super handig. Er zit echt van alles in. Een schaartje zelfs, een pincet, een tandenstoker, een mes dus. Een mes is ook echt wel scherp, dus heel handig. Ook zit er duct tape in mijn tas. Je zult misschien denken, waar heb je dat nou weer voor nodig? Maar stel dat bijvoorbeeld er een scheur in je tas komt. Of wij zelf nemen bijvoorbeeld ook een tent mee. Of in ons tent of wat dan ook. Dan kunnen we dat altijd tijdelijk repareren met deze duct tape. Ook neem ik deze hoeslaken mee. Dat was weer een tip van Travel Scrapbook. Van Gwen en Kevin die wij hier in Montevideo een keer hebben ontmoet. Zij zeiden eigenlijk van dat het super handig is om je was bijvoorbeeld in te bewaren. Maar ook voor als je in een hostel komt waar het beddengoed niet zo fris is. Dan heb je in ieder geval altijd gewoon lekker je eigen ding. Het is toch wel fijn als je langere tijd aan het reizen bent. En altijd in andere bedden slaapt. Dat je ook gewoon wat dingen hebt van jezelf. Dit was ook weer een tip van hun. Dit is een geurzakje. Deze stop ik tussen mijn kleding. Zodat het altijd wel lekker fris ruikt. En die doe ik bij deze zakken in. Het zijn vacuumzakken. Stop hier mijn kleding in. En dan wordt het echt zo'n heel klein pakketje.
Ook weer een tip van Travel Scrapbook. Daarnaast nemen wij ook wat... Oh nee, ik zou eerst deze nog even doen. Uiteraard de money belt. Ik denk dat iedereen hem wel meeneemt op reis. Het is gewoon ja, een stukje veiligheid. Je hebt het geld op je lichaam. We hebben er allebei eentje. Ook neem ik een lakenzak mee. Dit is ook weer voor in het hostel, voor als er, ja, het beddengoed niet zo fris is, maar ook voor tijdens het kamperen, als het gewoon wat warmer is en de slaapzak te warm is. Dan ga ik nu over op de campinggear wat we meenemen. Dit is natuurlijk iets wat niet iedereen meeneemt. Wij nemen het mee omdat wij van plan zijn om heel erg veel te gaan hiken en ook dan zelf te gaan kamperen. We hebben wel alles heel erg lichtgewicht gekocht. Dus ja, het weegt allemaal echt niks. Dat is wel wat duurder, maar daar heb je wel veel meer profijt van. Het eerste ding is de Nomad slaapzak. Nou ja, deze hebben we al een keertje getest ook. Hij is echt super lekker warm. En in de beschrijving zal ik eventjes alle producten specifiek noemen en welk model wij hebben, zodat je dat kunt zien. Daarnaast de Sea to Summit Ultra Light Inflatable Mattress. Deze hebben we ook al getest en hij slaapt echt wel prima. Om die op te pompen hebben we deze pompzak. Wat echt heel handig is, je laat er zeg maar lucht zo inkomen. En dan kun je hem dicht doen. En dan zit hier een filter aan. En dat filter dat kun je weer aan het matras doen. En dan nou ja, pomp je hem zo op. Daarnaast kun je deze ook nog gebruiken voor als drybag. Voor als je een keer in een gebied bent met veel water, dat je spullen wel gewoon droog blijven. Hij weegt ook echt niks, hij is heel klein, dus dat is heel ideaal. En dan het grootste ding, onze tent. Ik moet heel eerlijk zeggen dat we hem nog niet hebben getest, dus dat gaat interessant worden. Deze is ook weer lichtgewicht, het is de Terra Nova Equipment Polar Light 2. Het is een 4-seizoenen tent voor 2 personen. Ja. Dus deze gaan we als eerste testen in het zuiden van Chili tijdens de Torre del Paine-hike. Daarnaast hebben we een stuk touw mee. Deze kunnen we bijvoorbeeld gebruiken als waslijn, maar we kunnen hem ook gebruiken om de tent steviger vast te zetten of nou ja, whatever. Daarnaast hebben we dit handige bordje. Die kun je inklappen en zo is het een pommetje. Die hebben we bij ons omdat we ook nou ja, tijdens kamperen zelf gaan koken. We hebben een klein brandertje ook. En we hebben een pannensetje. Ja, en daarnaast heb ik natuurlijk een extra bescherming voor mijn backpack. Voor als we gaan vliegen of voor als we met de bus gaan. Deze die doe ik dan op mijn backpack om hem te beschermen. Dan gaan we nu over naar de electronical gear. Ik neem uiteraard mijn MacBook mee, omdat ik deze heel veel gebruik om artikelen te schrijven, om video's te editen, om foto's te editen. Ik snap ook wel dat mensen hun laptop niet meenemen, omdat het natuurlijk wel zwaar is. Daarnaast nemen we deze wereldstekker mee. Ik denk dat dat altijd heel erg handig is, want in elk land heb je weer verschillende soorten stopcontacten. En nou ja, hiermee heb je daar in ieder geval geen problemen mee. Daarnaast neem ik deze vlogcamera mee, mijn telefoon. Ik weet nog niet echt ja, of ik deze heel goed ga gebruiken tijdens de reis. Waarschijnlijk wel alleen voor WhatsAppen met vrienden en familie. En voor Instagram of dat soort dingen. Ik neem een extra powerbank mee. Voor als ik op plekken ben waar geen elektriciteit is. En daarnaast neem ik mijn spiegelreflex camera mee. En de GoPro. Ik weet niet waar de GoPro nu is. We hebben een beetje een zooitje hier, maar ik neem ook de GoPro mee. Ja, dat is eigenlijk wat ik meeneem aan electronical gear. Wat ik zeg, dat is, ligt echt helemaal aan jezelf of jij ook al deze dingen meeneemt. Wat ik denk dat sowieso wel belangrijk is, is natuurlijk die wereldstekker en een extra powerbank voor bijvoorbeeld je telefoon. Daarnaast neem ik ook toiletartikelen mee in mijn backpack. Ik laat het niet allemaal zien in dit filmpje, omdat ik denk dat dat ook weer heel erg kan verschillen per persoon. Wel wil ik jullie nog eventjes vertellen welke schoenen ik meeneem. Ik neem in totaal 3 paar schoenen mee. Eén daarvan zijn uiteraard slippers. Ik denk dat ik die super vaak ga dragen. Daarnaast neem ik een paar hikeschoenen mee. Dit zijn lage hikeschoenen met een hele ja, stevige zool. En ik neem een paar sneakers mee. En dat is het. Hier moet ik het mee gaan doen voor de 7 maanden in Zuid-Amerika. Op onze blog kun je in ieder geval de hele paklijst nalezen. Dan wil ik jullie voor nu heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je dit een leuk filmpje vinden, like hem dan eventjes. En vergeet je ook niet te abonneren op ons kanaal, zodat je altijd als eerste de nieuwste video's ziet.